ik ook wel wilde, dat het een verhaal was rond het begrip hart. Hè, want het zijn de hartvereniging. Ik had van meet af aan een werktitel, een groot hart voor herend of een groot hart voor grootherend. En ik wilde eigenlijk een verhaal vinden in de geschiedenis dat daar symbool voor stond. En zo ben ik dan bij die figuur van de pastoor van Bladel gekomen, die als het ware letterlijk zijn hart heeft gegeven voor zijn parochianen in de Eerste Wereldoorlog.